Hallo mensen van het Gameportaal, mijn naam is Joris Kevin en welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag zondag en vandaag ga ik het met jullie hebben over Skywars. En Skywars is een plugin waarmee jij op verschillende eilandjes wordt gezet en het doel eigenlijk is om elkaar ervan af te slaan. Door middel van survivalen op een klein mini-eilandje kun jij naar andere eilandjes komen. Kun je nieuwe spullen krijgen en kun jij er natuurlijk ook voor kiezen om iemand eraf te slaan. En dat is natuurlijk ook uiteindelijk het doel. En wij gaan vandaag die plugin aan jullie laten zien. Allereerst ga ik laten zien hoe jullie het moeten installeren. En daarna ga ik samen met iemand anders even een testrondje spelen. Waarschijnlijk wordt dat een kleine impressie met knipjes. En ik ga even kijken hoe ik dat het beste kan doen. Allereerst gaan wij natuurlijk naar de website van spigotmc.org. Dan komen wij op deze website en vervolgens gebruiken wij het zoekbalkje om de plugin te zoeken. En dat doen wij door het middel van SKIWARS, oftewel Skywars. Dan zie jij als het goed is bovenaan Skywars 2.0 staan. Daar klik je op en dan kom jij op deze pluginpagina. Hij is voor Bucket, je kan hem natuurlijk ook gebruiken in jouw Punchycord server, in jouw netwerk. Zodat je dit als minigame kan gaan gebruiken. Nou, zoals je ziet is hij voor het laatst geüpdate op 20 juli 2014. Dat is redelijk oud, maar hij werkt nog helemaal prima. Hij is totaal 2633 keer gedownload. En hij is voor het eerst online gekomen op 10 augustus 2013. Hier staat prima alles uitgelegd. Er is heel erg veel naslagwerk voor deze plugin. De comments en permissions zijn uitgelegd. Er is een uitleg over hoe jij de configuratie het beste kan doen. Er is ook zelfs een uitleg over hoe jij je nieuwe maps zelf kan maken en in kan stellen. Nou, er zijn in ieder geval genoeg opties om te gebruiken. Allereerst gaan wij natuurlijk even de plugin downloaden, want ik wil hem graag aan jullie demonstreren vandaag. Dan downloaden wij de plugin en wij pakken ons servermapje er natuurlijk even bij. Wat wij nu gaan doen is wij gaan naar onze server en dat is de Het Gameportaal tutorials-kevin server. Wij gaan vervolgens naar de plugin map en wat wij nu gaan doen is wij zetten dit bestandje er natuurlijk eventjes in. Skywars, die slepen wij hierin. En wat wij nu gaan doen is wij klikken eventjes onze server aan, zodat de server allemaal bestandjes kan genereren. Dit duurt even, een halve minuut ongeveer. Dit duurt langer dan bij de meeste plugins, omdat er vrij veel nieuwe bestandjes aangemaakt worden. En omdat er vrij veel moet gebeuren ook. Zoals je ziet worden er bestandjes gemaakt voor Economy, voor de whitelist, voor de server zelf. De server wordt door de plugin zelf ook al een keer gerestart, omdat hij een aantal maps moet laden. En nu is hij uiteindelijk klaar. Wij stoppen de server even weer. En wat wij nu gaan doen is wij gaan natuurlijk even een kijkje nemen in de configuratiebestanden. Zoals je ziet zijn er ook twee nieuwe worlds gegenereerd. Skywars Arena World en Skywars Base World. Wat ik nu ga doen is ik ga naar plugins. We gaan naar Skywars en we gaan even de bestanden doornemen. We beginnen met de main config. En zoals ik net al aangaf. Oh, ik zal even de main config goed zetten trouwens. Zoals ik net al aangaf bij de main config kun jij hem ook op een MySQL server laten runnen. Dat kun jij voor kiezen, dat is natuurlijk niet verplicht. Mocht jij de mogelijkheid hebben, dan raad ik het wel aan. Wat kunnen wij nog meer? Nou, we kunnen ervoor kiezen of punten aan of uitstaan. Wij kunnen ervoor kiezen welke arena hij moet kiezen. Nou, dat is nu random. We kunnen ervoor kiezen of debug aan of uit moet. We kunnen ervoor kiezen of economy aan of uit moet. En wij kunnen een aantal standaard config-bestanden kiezen. Zoals je ziet kunnen wij ook zelf taal kiezen. Hij staat nu op local NL. Wat jij natuurlijk ook nog kan doen is de messages allemaal vertalen. Die staat standaard op Engels. Maar je kan ervoor kiezen om alles te vertalen en dan heb jij je eigen Nederlandse versie van deze plugin. Daarnaast kunnen wij nog locations bepalen. Ik weet nog niet waar dit voor is, dat is waarschijnlijk de lobby. Die hebben wij nog niet gekozen, dat gaan wij straks doen. En daarnaast kunnen wij natuurlijk zelf nog ervoor kiezen om kits aan te maken. Wij hebben natuurlijk ook nog een arena parent en dit hoef je eigenlijk niet zoveel mee te doen. Dat spreekt allemaal voor zich. Nu heb ik eigenlijk de pagina weggeklikt en dat was niet de bedoeling. Maar wat ik nu ga doen is ik ga natuurlijk even de server opstarten. Dat doen wij door middel van de
website, of nee, de pagina. We gaan natuurlijk naar het GameStar Tutorials, Kevin. En wij klikken vervolgens op Start Server. Wat ik nu ga doen is, ik ga eventjes nog weer de pagina erbij pakken, want die heb ik per ongeluk al afgesloten. Spiegeld MC. Staat hier ook tussen, zo 1, 2, 3. Skywars, die pakken we er even weer bij. De server is aan het opstarten en wat wij nu gaan doen is, wij starten Minecraft natuurlijk ook even op. Minecraft. En wat wij wachten nu even tot Minecraft ook opgestart is. En dan ga ik even iemand zoeken die dit met mij kan testen. Wat wij nu gaan doen is, wij gaan even allereerst een lobby selecteren. Want dat hebben wij net nog niet gedaan. Wij gaan even een lobby maken. Ik ga geen lobby bouwen. Ik doe gewoon even de comments, zodat jullie het idee krijgen van hoe het werkt. We gaan naar multiplayer en we gaan naar localhost. Wat wij nu gaan doen is, wij gaan even kijken wat er staat voor de eerste configuratie. Basic installation. Make sure you're running on Java 7. Dat is het geval. Nou, we moeten een Minecraft versie downloaden. We moeten een bestandje in onze Minecraft plugin map zetten. We moeten een server starten en wij moeten nu een lobby maken. En dat is sw set lobby. Wat wij nu gaan doen is, we zijn nu klaar. Dus wij kunnen nu in principe beginnen met spelen. En dat doen wij sw join. Zoals je ziet kunnen wij ook nog een kit kiezen als wij donator zijn. Maar dat ga ik nu eventjes niet doen. Ik ga nu even iemand zoeken die dit samen met mij kan gaan spelen. Welkom terug bij deze aflevering. Ik heb even iemand geregeld. X/areyoumadbro/x, beter bekend als Rick. Hij is moderator op mijn server. En gaan we dat maar eventjes doen. We gaan even sw join doen. Ik ben al gejoined. Ik zou even aan Rick vragen. Oké, en nu moeten we er nog voor zorgen dat dit niet wegstroomt. En in theorie hebben wij nu een cobblestone generator. Nee, toch niet. Oké, ik faal hier keihard in. Hij is al bij andere spullen geweest. Ik ben gewoon keihard aan het falen hierin. Oh shit, nee! Oké, flying is not enabled in de server. Hij heeft gewonnen, ik heb gefaald. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze aflevering. En ik zie jullie graag de volgende keer weer bij een nieuwe video. Mochten jullie dit nou een leuk plugin vinden, laat dan een like achter. En wellicht dat ik hem in het gameportaal server ga zetten. Wellicht met custom maps. Want die kon je ook maken door middel van deze tutorial. Dan kun je custom maps maken. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag de volgende keer weer. Tot de volgende keer.